Ik heb een brief gekregen dat ik als fraudeur werd aangekaart. En dat heeft voor heel veel slapeloze nachten gekost, stress, paniekaanvallen. Een groot deel van de gedupeerden van de toeslagenaffaire heeft een Caribische achtergrond. Ze wonen vooral in Rotterdam, Almere en in de Amsterdamse Bijlmer. Mijn naam is Neumine. Ik ben 42 jaar, moeder van 2 kinderen. En ook ik ben slachtoffer geworden van de toeslagaffaire en ik heb een schuld van 20.000 euro. In de affaire werden ouders verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag en ten onrechte hard aangepakt door de Belastingdienst. Naar mijn gevoel heb ik alles gedaan wat ik eraan kon doen om in contact te komen met de Belastingdienst, om regelingen te treffen, om te achterhalen hoe ik aan die schuld ben gekomen. En ja, ik kreeg elke keer geen gehoor. Intussen zat ze met een gigantische schuld. Dat hakt er behoorlijk in bij Neumine, die als secretaresse tegenwoordig vooral thuis werkt. Je gaat eigenlijk al met stress de deur uit en ja, dat neem je mee naar je werk, waardoor je gewoon ook je concentratievermogen minder wordt. Ja, je energie zakt ook, dus waardoor je ook minder energiek op het werk bent. En dat bij mij uitte dat zich ook naar serieuze darm- en maagklachten, waardoor ik dus ook nog vaker ziek werd en thuis moest blijven. Ze zat zonder geld en kon de vaste lasten niet meer betalen. Ik kon eigenlijk bijna niks meer, nee. Het was zelfs gewoon op een gegeven moment zo erg dat het me niet meer lukte om boodschappen te halen. Of om mijn kinderen van gewoon de eerste levensbehoeften te voorzien. Als je er ziet, zou je niet zeggen dat ze in problemen zit. Men hoeft niet aan de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant gebeurt. En niet omdat het slecht gaat, betekent dat je jezelf slecht moet gaan verzorgen. Neumine let altijd goed op haar centen. Je draait elk kwartje of dubbeltje 2 keer om. Maar ik zorgde er wel altijd voor dat mijn kinderen gezond bleven eten. Ze wil haar zonen niet opzadelen met haar geldproblemen. Toch moest de oudste, toen hij nog maar 14 jaar was, bijspringen. Mijn zoon die is al heel snel een bijbaantje gaan zoeken. En eigenlijk heb je het alsof je faalt als moeder. Omdat je wilt niet dat jouw kind gaat werken om jou te helpen. Afgezien van haar broer die haar financieel hielp, praat ze niet over haar situatie. Dat is taboe in de Caribische gemeenschap. In mijn opvoeding heb ik gewoon echt geleerd dat je je zaken gewoon binnen de 4 muren van jouw eigen woning houdt. Ja, en dat je niet je vuile nog je schone was op straat gooit. Haar zonen doen het goed. Neumine zelf wacht maar af of ze de toegezegde 30.000 euro die de regering gedupeerde beloofd heeft nog krijgt. De schade zal nog wel hoger oplopen, maar ze zit niet bij de pakken neer. Naast haar werk verkoopt ze nu ook zelfgemaakte crème, gemaakt uit Afrikaanse noot. Hi, met Neumine, She Butter Baby. Ik wil mensen wel adviseren om daadwerkelijk hulp te zoeken. Om echt wel naar een instantie te gaan die jou kan begeleiden, die jou wat meer wijsheid kan geven met betreft bijvoorbeeld de brieven die de Belastingdienst stuurt. Of zelfs nu dat het helemaal geopenbaard is om een advocaat in handen te nemen om jou te ondersteunen. Dus om het te zeggen van laat dat ding, dat zou wel heel dom zijn. Je moet altijd je gelijk willen halen. Zelf het heft in handen nemen, daar gaat het om. Het heeft mij nooit problemen gebracht.